We zijn op Kaap Zwolle. Zometeen maak ik een rondje langs alle sponsoren van de topcompetitie 2018. Maar we beginnen bij de organisatie, de KSN. Onze penningmeester, hoi Jan. Goedemorgen. Wat houdt het allemaal in, zo die organisatie? Ja, die organisatie van die topcompetitie is toch een hele grote klus. We hebben een groot team aan vrijwilligers die de wedstrijd mogelijk maken. We hebben een goed aantal sponsoren die de wedstrijd ook mogelijk maken. En voor mooie prijzen zorgen. Ja goed, we hebben een 33 koppels die we kunnen laten vissen. De wateren moeten geregeld worden, de toestemmingen moeten geregeld worden. Dus ja, daar zit allemaal nog op behoorlijk wat werk aan. Alle deelnemers zijn lid van de KSN, hè? Alle deelnemers zijn automatisch lid van de KSN. Eigenlijk zou iedere karpervisser lid moeten zijn van de KSN. De KSN is toch de belangbehartiger voor de karpervisser om zijn visserij in de toekomst mogelijk te kunnen houden. Dus alleen al daarom zou je lid moeten zijn. Dat ben ik helemaal met je eens, Jan. Natuurlijk is ProLine er weer bij als sponsor van de topcompetitie 2018. Hoi Teun. Wat ga jij voor ons doen dit jaar? Ik heb dit jaar twee nieuwe smaken. We geven vier keer een prijs weg van 50 kilo. Twee keer de nieuwe Nutrition en twee keer de nieuwe NG Squared. In onze nieuwe zakken. En zoals jullie kunnen zien ziet het er zeer strak uit. Ook de vangsten zijn zeer veelbelovend. En ik denk dat we dit jaar met de topcompetitie en samenwerken met ProLine er weer gewoon een topjaar van gaan maken. Dankjewel Teun. We zijn bij Leonard Sports die met hun huismerk LFT weer de topcompetitie sponsoren. Art, de directeur, hè? Leonard Sports is meer dan LFT, hè? Ja, dat klopt. We zijn ook exclusief importeur voor Sportex in de Benelux. Ook voor Mustad, Climax Cult. Maar inderdaad, LFT is ons eigen huismerk en zo bieden we een heel breed gamma voor de karpervissen. Ja, het is inderdaad een heel breed programma wat jullie hebben. En in de topcompetitie, wat ga je doen qua prijzen? Nou, dat zal absoluut iets van onze bijzondere vissersvoeters bijeengebracht worden. Maar natuurlijk ook Mustad zijn interessante producten. Climax Cult zit er interessante producten bij, dus er zal een veelzijdigheid worden van allerlei verschillende producten. Veelzijdig is altijd goed. Dankjewel, Aad. Graag gedaan. Areco Hengelsport is er natuurlijk weer bij als een van de hoofdsponsoren. Harry, vorig jaar prachtige prijzen geleverd. Kunnen we dit jaar verwachten? In ieder geval meer. We gaan grotere prijzen beschikbaar stellen. Het is een goed initiatief, dus we zijn er tevreden mee. Ja, dat is fijn om te horen. En je eigen koppel, hè? Angelique Sabine? Uiteraard, ons eigen team. Dus alleen dat is al een reden om ermee door te gaan. Dus heel leuk. Mooi zin. Nou, wij zijn blij met je, Harry. Dankjewel. Hoi Arjen, Spiegel Magazine is er weer bij, hè, dit jaar. Vanzelfsprekend, Gerwin. En zoals je van ons gewend bent, doen we ook weer elke wedstrijd 2-jaar-abonnementen beschikbaar stellen. Dus dat beloven we weer veel goeds. En jullie eigen koppel natuurlijk. Zeker weten. De dames hebben het vorig jaar zo goed gedaan. Ja, wij zijn ook blij met ze. En ze schrijven leuke artikelen, hè, in de Spiegel. Zeker, daardoor hebben we ook regelmatig aandacht kunnen geven in het magazine eraan in 2017. En ik ga ervan uit dat weer gebeurt dit jaar. En laten we hopen dat ze hoog eindigen. Dat hoop ik ook. Bedankt, Arjen. Komend seizoen hebben we twee nieuwe gezichten voor de camera. De eerste, Simone Visser, die ga ik hier even wegkapen uit haar stand. Hoi Simone, hoi. Ik ga het stokje aan je overdragen. Ja, superleuk. Ja? Ja. Waar gaan we naartoe? Naar de KWO-stand, okay. Heel graag. Nou, alsjeblieft. Oké, dank u. Daar gaan we. We zijn op de stand bij de KWO, samen met Michiel Pilaar. Tadaa. En elke voorgaande jaren hebben ze altijd goed hun best gedaan bij de topcompetitie. Dus ik was benieuwd wat ze dit jaar in petto hebben. Nou goed, met KWO gaan we ook dit jaar weer sponsoren. We gaan een aantal XL kledingpakketten weggeven voor iedere wedstrijd. Bestaande uit onder andere een t-shirt, een trui en een mooie lekker warme joggingsbroek. Want ja, de deelnemers van zo'n competitie moeten natuurlijk eventjes goed stijlvol erbij lopen en lekker warm. Nou, dat klinkt al hartstikke goed. Super. Nou goed, heel veel succes ermee. En ik zou zeggen, succes boys en girls die meedoen. Tot ziens. Oké. Okay. We staan bij het Carper Magazine met Arnoud. Zoals altijd hebben ze de topcompetitie altijd goed meegeholpen met de sponsoring. En ik was benieuwd wat ze voor 2018 in petto hebben. Nou ja, we doen eigenlijk weer hetzelfde als vorig jaar. 8-jaar abonnement op een van de oudste Carperbladen, misschien wel het oudste Carperblad. Dus 8-jaar abonnementen. En daarna gaan we kijken van
nou, misschien is het leuk om een keer een artikel te doen van een koppel. Wat doen ze? Wat is hun gerichte aanpak om in een hele korte tijd karpen te vangen? En heel technisch, het is toch een technische visserij. Nou, misschien kunnen we dat in een van deze komende, kunnen we dat publiceren. Hartstikke goed. Nou, dat klinkt super. Voor mij zit het er hier op. Ik zal de tweede wedstrijd van de topcompetitie presenteren. En de derde wedstrijd zal Stijn doen. Kom erbij. Dus ik ga het stokje overdragen aan Stijn. Nou, mijn naam is Stijn. Ik ga de derde topcompetitiewedstrijd presenteren. Ik ga jullie meenemen naar de volgende sponsor. Zoals je weet gaat de winnaar van de topcompetitie naar het WK. Andere deelnemers maken ook kans op WCC-tickets. We staan hier bij Hans van Carp Connections en die gaat ons daarover wat meer vertellen. Ja, 2018 wordt prachtig. Waar het om gaat is dat je meedoet aan de TC, daar tickets wint om weer verder te kunnen in je carrière als wedstrijdvisser. En waar zou je dat niet liever doen dan tijdens de kwalificatie voor het World Carp Classic toernooi op Lac de Mardin. Hans, dankjewel voor de uitleg. Hierbij gaan we naar de volgende sponsor. LCA Tackle, vorig jaar voor het eerst bij de topcompetitie. Dit jaar worden ze een van de hoofdsponsoren. Hoi Wienand. Goeiedag. Hoofdsponsor betekent dus een mooiere prijs, verwacht ik. Vorig jaar hadden jullie de N-Tackle pakketten, maar nu komt er dus een upgrade, neem ik aan. Ja, een hele dikke upgrade, want de winnaars die mogen straks naar LCA Lake. Wij zijn eigenaar geworden van een water in Frankrijk, 450 kilometer vanuit Utrecht vandaan. Verschrikkelijk mooi water, helder water en een mooi eiland in de midden. Hele mooie vissen. En dat N-Tackle pakket is puur geënt op dat water. Dus heel mooi. Zit wat wier, dus we gaan daar ook speciale spulletjes mee meegeven. Choddy, dat soort zaken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Klinkt goed. En hoe lang mogen ze vissen dan? 1 complete week. Geen nonsens. Met z'n tweeën gewoon lekker daar een weekje vertoeven. Midden in de natuur. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Super. Goed. Jeroen van den Berg, bekend gezicht. Doet al jarenlang mee aan de topcompetitie. Vooral bekend natuurlijk van zijn bedrijf 3D Dieptekaarten. Jeroen, jij gaat sponsoren, hè, dit jaar? Ja, je had het gevraagd en ik dacht, nou, dat gaan we gewoon doen. Hartstikke leuk. Dus ik heb daar heel veel zin in. We gaan dit jaar een prijs weggeven voor de vissers die winnen. En een water naar eigen keuze en compleet 3D dieptekaart van maken. Nou, mooie kant toch niet? Ja, lijkt me een hele mooie prijs voor de vissers. Dank Jeroen, leuk. Ik ben heel trots dat onze eigen Nederlandse PB Products komend jaar ook mee gaat doen in de sponsoring. Marcel Ullier, je gaat, heb ik begrepen, iets moois doen met jullie visveilige systeem Hit & Run. Klopt dat? Ja, helemaal goed. We gaan eigenlijk voor de winnaars het Hit & Run systeem sowieso leveren. Het voordeel van dit systeem is, het is visveilig. De onderlijn die zit niet geknoopt aan de leader. Dus de vis kan bij lijnbreuk. Niet alleen de hoofdlijn, leader en het lood raakt hij eigenlijk allemaal kwijt. Dus het enige wat overblijft is de onderlijn in de bek. En dat is wel zo veilig. Perfect systeem. En een hele mooie prijs voor de deelnemers. En natuurlijk vissen we de TC weer loodvrij. Er zijn twee sponsoren die we niet hebben getroffen op Carp Zwolle. Dat is de Karpenwereld, het bekende magazine. Gewoon weer 8 jaar abonnementen brengen ze in als prijzen. En nieuwe sponsor TK Boilies. En die hebben echt een schitterende prijs bedacht. Elke wedstrijd mag een winnend koppel voor €200 aan ingrediënten van TK uitzoeken om een eigen private label boilie te laten maken. Schitterende prijs natuurlijk, echt iets bijzonders. En nou ja, een van de vele mooie prijzen van de topcompetitie 2018. Hiermee komen we aan het einde van ons rondje langs de sponsoren op Carp Zwolle. Ik zou zeggen, volg ons op social media en volg de wedstrijden. Kom vooral langs aan de waterkant. Ik zie je daar.